jullie nog meer? Jullie hoeven alleen niets meer te doen als gemeenteraad. Dat is eigenlijk wel doelgroepenverordening woningbouw. Dat is een ingewikkelde naam voor hoe regel je het, wat er gebouwd gaat worden. Als je een nieuwbouwwijk neerzet, daar komt het eigenlijk op neer. In deze doelgroepenverordening staat 25% sociale huur, 35% middenhuur en 40% vrije markt. En u bent van de VVD, dus u bent van de vrije markt. Tot hier en niet verder, hè, zei u. Zeker, dat hebben wij uitgedragen. Lies Beschier heeft woordvoering gedaan bij dit onderdeel. En ja, we vonden het wel goed om daar gelijk wel een grens te trekken om aan te geven hoe wij daarin staan. En nou ja, wat ik zeg, waar ook onze grens wel ligt. Ja, maar waarom vindt u dit dan oké en niet meer? Of niet minder vrije markt, net hoe u het noemen wil? U bedoelt van die 25%? Ja, deze verdeling vindt u, dat is het maximum. Hè? Dus de vrije huur moet, de vrije markt moet wel beschermd worden. Ja, omdat je ook de doorstroming moet stimuleren. En je maakt het aanbod zoveel breder natuurlijk. En sluit, dat vinden we belangrijk. En sluit het aan bij de woonbehoefte in Hillegom? Dat denken wij van wel. Vooralsnog. Maar ja, dat moet natuurlijk ook. Kijk, er is natuurlijk tekort. Dus we willen wel kijken van hoe kunnen we nog meer woningbouw stimuleren. En daar doen we natuurlijk ook wel eens suggesties voor. Hè, we noemden bij het mobiliteitsplan ook het overschot aan parkeerplaatsen. Ik bedoel, daar moet je ook soms creatief over gaan nadenken. Is daar ook nog niet een optie of mogelijkheid in? Maar vooralsnog konden we hier goed mee instemmen. Ja, zeker. BBH, wat ja, denk je? Het is verdeling van schaarste, Arthur. Dat is het probleem natuurlijk met woningbouw. Ja, en wij denken ook zelf persoonlijk dat dit wel een redelijke verdeling is. Ja, de markt verandert. Je moet doorstromen, zoals Louise ook zegt. Het is gewoon een hele moeilijke markt op het moment. En er mag ook bijna niet gebouwd worden. Er kan bijna niet gebouwd worden. Het is vreselijk duur om te bouwen. Dus, maar in Holland-Rijnland, want de woning, toewijzing, dat gaat allemaal regionaal via die website, et cetera. Dus ook de afspraken worden regionaal gemaakt. Daar zijn ze mee bezig om het van 25% naar 30% op te trekken. En over de sociale huur. Dat heeft dan ook een achterliggende gedachte. Dat klopt, ja. Dus waarom gaan jullie dan nu een klap geven op 25% als 30% aanstaande is? Ja, maar wij zijn Holland-Rijnland niet natuurlijk. We zijn Hillegom en we kunnen wel zelf bepalen wat we belangrijk vinden in ons dorp. We zijn natuurlijk qua sociale huur zitten we best wel redelijk hoog ten opzichte van de omgeving. Dus we bepalen zelf in hoeverre we 25% dan wel 30% sociaal huur doen. Maar je hoeft niet ja en amen te zeggen tegen Holland Rijn. Je mag er van afwijken. Dat denk ik wel. We gaan natuurlijk ook best wel veel sociale koopbouw met grond die we zelf inzetten. Met allerlei maatregelen en regels eraan. Dus er wordt bij ons best wel goed sociaal gebouwd. Ja, er wordt toch heel veel gebouwd bij jullie, of niet? We bouwen ons gek. Ja, ik bedoel, als je even een half jaar niet geweest bent, dan knip je af en toe met je ogen. Hè? Dus ja, verhoudings geweest, bouwen jullie best wel veel, toch? En bouw heel mooi. Ik bedoel, Voorspol is nu natuurlijk ook weer verder. Dat is ook, zit ook een goed tempo in. Ja, we bouwen het IKC is natuurlijk een aanbouw. Maar goed, dat is geen woning. Maar we zijn nog steeds bezig. Maar we zijn nog lang niet klaar, denk ik. Nee, maar die 30% komt er bij u ook niet in, sociale huur? Van 25 naar 30% als Holland-Rijnland dat besluit? Daar zijn we geen voorstander van, nee. Nee. Oké. Okay. Maar als Holland-Rijnland dat besluit, wordt het dan gevoed vanuit de Leidse situatie, omdat het de grote stad is binnen Holland-Rijnland? Is de situatie nou ja, heel onder anders? Ja, zeker. Je hebt de kleur lokaal natuurlijk waar je rekening moet houden. En ik denk dat wij daar nu gewoon goed aan voldoen met deze marges. Ja, tenzij het goed onderbouwd moet worden. Maar wij vinden dan echt dit gewoon de grens. Duidelijk. Oké. Okay. Stond nog een ander groot onderwerp op de agenda van de commissievergadering, mobiliteit.